Dag dames en heren, welkom bij Katwijk Nu. In deze uitzending onder andere aandacht voor de verkiezing politicus van het jaar en de tragedie rondom de redding van de KW-47. Maar eerst het nieuws. De Rabobank is verhuisd naar een meer centraal gelegen locatie. Jarenlang bood de bank haar diensten aan vanuit het prominente gebouw aan de Rogstraat in de nabijheid van de haven. Maar met de ingang van vandaag verhuist de bank en het adviescentrum naar de Valkenburgseweg. Deze nieuwe locatie, gelegen tussen de woonkernen Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk, zal bij veel klanten bekend zijn, aangezien de bank er tot 2009 ook gevestigd was. En over een jaar rijden de bussen van Airnet via de Zeeweg en Tramstraat naar de zuidkant van de boulevard. Een snelle busverbinding richting Leiden vice versa met een hoog servicegehalte. Om de bussen in tempo de route af te laten leggen, wordt op het traject een aantal obstakels weggenomen. In december beginnen de werkzaamheden op de boulevard. Op een informatiebijeenkomst dinsdagavond in het Anker aan de Voorstraat konden omwonenden kennis maken met de plannen voor de haltes van het Airnet bij het Marktplein, ter hoogte van het centrum Zwanenburg, op de Tramstraat en een viertal op de boulevard. De gemeentelijke erfgoedcommissie was afgelopen maandag duidelijk in haar uitspraak. Geen sloop van de 14 barakken aan de westzijde van de Wassenaarseweg. Klare taal. Maar of het college van burgemeester en wethouders advies gaat overnemen, is nog wel de vraag. En in het vervolgtraject is er nog de Raad van State. Of die de barakken wil blijven behouden, is ook nog maar de vraag. Het blijft spannend rond de mogelijke overleving van het oude geschiedenisgoed. En in Rijnsburg was zaterdag het allereerste repaircafé. Het was behoorlijk druk. Wilco Korts van Duurzaam Rijnsburg is initiatiefnemer. Nou, ik werk bij Duurzaam Rijnsburg en daar hebben we bedacht dat het wel een goed idee zou zijn om in Rijnsburg een repaircafé te starten. Gekeken waar we een goed pand konden vinden. Nou, dit pand staat zaterdags is gesloten. Zit werkvoorziening Gemiva zit erin en het raamwerk. Met hun zijn we in gesprek gegaan en we mochten gebruik maken van de ruimte. Met als tegenprestatie een beetje dat we de technische dingen hier een beetje bij gaan houden voor ze. Als er wat kapot is. En nou, zodoende zijn we gestart met het repaircafé. Repaircafé, daar repareren we zeg maar spullen die je eigenlijk van plan bent om weg te gooien. Waarbij je dan nieuw gaat kopen. En wij proberen dat gewoon een langer leven te geven, zodat we minder... zo werken we aan een stukje duurzaamheid. Dus minder spullen de wereld in komen. Ja. Met wat voor apparaten kunnen mensen hier komen? Nou, wat we vanochtend gezien hebben is al veel stofzuigers, koffiezetapparaten, mixers, ventilatoren, dat is het elektrische gedeelte. Maar ook als je een stoel hebt die niet misschien helemaal goed is, of als je iets in kleding hebt waar je denkt van nou ja, ik ga dat niet helemaal speciaal wegbrengen. Maar eigenlijk zou ik nog wel willen kijken of het te repareren is. Nou, dat kun je hier laten herstellen. Ja, het is druk, hè? Ja, het is echt druk. We hebben al 15 mensen gehad vanochtend in het anderhalf uur. Dus blijkbaar voldoen we aan een behoefte. Kijk nou eens, er komt de stoelenservice. Nee, ja, je ballen dan, hè? Ja, nee, ja, je ballen dan. Moet dat van dag te zijn. Ja, joh, in naak. Ja, je hebt jij ervoor. De schoenen weegt al. De schoenen weegt al een kilo, joh. Dus hij is goed nog. Ja, doet het. Ja. Kijk wat de langst is. Ja. Ja, waar hou je de mensen vandaan die de apparaten repareren? Nou, dat zijn eigenlijk een beetje mensen die ik ken. En ik wist dat ze technisch waren. Handige Harry's. Het handige neefje.
En die heb ik gevraagd. Nou, ze waren echt allemaal enthousiast. Ik kon er helemaal niet voor teleuren. En ik heb zelfs nog een wachtlijstje van een paar mensen die zeggen van nou, als iemand met vakantie is, je mag me altijd bellen. En, ja, het, ja. Ja, Driepercafé is in Rijnsburg nu voor de eerste keer. Ja. Het, is, het idee is niet nieuw, hè? Nee, er zijn door heel Nederland ongeveer 100 repaircafés. Repaircafé is een bestaande naam ook, een bestaande organisatie. Die ondersteunen ons daarin. We krijgen een handboek van ze, we gebruiken een huisstijl. Allerlei adviezen, ze hebben filmpjes, reparatiefilmpjes. Nou, daar maken wij gebruik van. Maar hij kan de berg niet op. Oké. De berg niet op, dan loop ik. Met het luid, de berg niet op, het heuveltje. Oké. We gaan elke laatste zaterdag van de maand gaan we dit doen. En voorlopig, in ieder geval tot aan de zomervakantie, gaan we lekker door. En het belangrijkste is, kost het nog wat? Nee, het kost niets. Vrijwillige gift mag altijd. Staan de spaarpot hebben we neergezet. Maar we doen het voor een stukje duurzaamheid. Maar ook een stukje sociaal contact in de wijk. En we willen ook met name de Gemiva, de dagbesteding, onder de aandacht brengen. Want zoals je hier ziet, ze hebben veel spullen staan. Zaterdags is ze dicht. En zeker nu in de Sinterklaastijd is het leuk om hier even te snuffelen en kijken wat ze te koop hebben. Welke politicus viel in 2019 het meest op en onderscheidde zich het meest? Welke politicus debatteert het best, weet zijn of haar standpunt het best voor het voetlicht te brengen? Kortom, wie wordt de politicus van het jaar 2019 in Katwijk? De stembus is nu geopend. Die verkiezingen zijn we vorig jaar eigenlijk voor het eerst gestart. Is ontstaan vanuit de Katwijkse Post, dus eigenlijk uitgeverij Vagen. En we dachten, hé, dat is leuk. We hadden het jaar daarvoor verkiezingen gehad enzovoort. En de mensen kennis laten maken met onze politici. Maar ook te laten zien wat doen ze nou eigenlijk. En wat zit er voor werk achter. En hoe intensief zijn ze met de gemeente bezig. Want het zijn natuurlijk wel allemaal goede dingen. En we kunnen nog wel eens denken van hé, daar zijn we het niet mee eens. Maar we willen ook wel laten zien dat we ze waarderen. Dus vanuit dat standpunt zijn we begonnen met politicus van het jaar. Er is een oproep naar de inwoners en er is een oproep naar het vak. Nou, de inwoners eerst, die mogen stemmen. Die mogen stemmen op alles over Katwijk. Speciale link. En dan mogen ze laten weten op wie zij het liefst willen stemmen. Of wie ze er echt uit willen springen. En natuurlijk is de ene raadslid of de andere wethouder wat meer in beeld dan de een of de ander. Maar ze kunnen wel zien wat gebeurt er nu. En daar hun stem op uitbrengen. En dat hebben we gewoon heel hard nodig. Want we willen gewoon een breed beeld krijgen. Er is ook nog een vakjury. En gelukkig zijn dat de mensen uit het vak die hier in de regio actief zijn. Katwijk Actueel, de Katwijkse Post, natuurlijk Leids Dagblad, Katwijks Weekblad en natuurlijk RTV. Hè? Dat wijst zich vanzelf. En dan tot slot, wanneer worden die prijzen dan uitgereikt? Ja, dat leuke is wel dat dat gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. We maken daar een hele... Dat doen we samen met RTV Katwijk, uiteraard. Hele avond, we reiken de Meerburgprijzen uit. Nou, daar krijgen we wat van te zien. En dan een live-uitzending vanuit de hal. Het leuke is dat dat gewoon de hele avond doorloopt. Natuurlijk met de speech van de burgemeester. Natuurlijk met de erepenning. En dan daarna onze uitreiking. En we hebben een mooi plekje in de hal, een beetje achteraan. We kunnen lekker ons gang gaan, we kunnen raadsleden en andere mensen van verenigingen aan het woord laten. En het leuke is dat de prijs, die wordt weer speciaal getekend door Bert van der Meij, onze tekenaar van Kappie. Dus de winnende politici krijgen gewoon een eigen kunstwerk. Zondag 24 november was het precies 100 jaar geleden dat drie redders van de KNRM om het leven kwamen bij een poging de Katwijkse zeillogger KW-47 te redden. Op de begraafplaats in Noordwijk was een herdenking. Op zondag 24 november werd in Noordwijk herdacht dat precies 100 jaar geleden drie redders van de KNRM omkwamen bij hun poging de bemanning van de Katwijkse zeillogger KW-47 te redden. 24 november 1919 begon stormachtig. Midden in de nacht liep de logger Katwijk 47 vast op de derde bank op 2 mijl ten noorden van het dorp. Het is tegenwoordig bijna ondenkbaar dat een gestrand schip in nood 6 uur lang onopgemerkt blijft. In 1919
was dat niet ongebruikelijk. Pas bij het ochtendgloren werd het gestrande schip ontdekt. Onder de redders die direct een reddingsvest omknoopten waren Jan Kramer, Leendert Hellenberg en Hendrik Vink. Of zij zich realiseerden welke risico's genomen moesten worden om onder de heersende stormachtige weersomstandigheden naar zee te gaan, weten we niet. Ze kwamen goed door de hoge branding op de 3 zandbanken voor de kust. Ze roeiden voor wind en stroom naar de gestrande logger KW-47. Alles liep vlekkeloos, totdat zij naast de logger door een zware breker kapseisden. 3 redders verdronken. Kramer, Hellenberg en Vink. De bemanning van de logger werd bij een tweede poging alsnog gered. Alleen de matroos, Amerik Hellenberg, was in de nacht hangend in de tuigage gestorven. Op het gedenkteken hier op de begraafplaats in Noordwijk staan hun namen. Zij zijn 3 van de in totaal 69 redders die in de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij hun leven verloren bij pogingen anderen te redden. Lies van Beelen en IJsbrand Plug van de Stichting Visserijdagen legden een bloemstuk namens Katwijk. Het was een Katwijkschip wat verging voor de kust van Noordwijk. Daar zaten dus allemaal Katwijkers op. En met alle respect voor de Noordwijkse leden van de reddingsbrigade die daarbij omgekomen zijn en die de bemanningsleden van de Katwijk 47 gered hebben, is er 1 Katwijker bij omgekomen. Amerik Hellenberg. En ook die herdenken we vandaag. Het was een familielid van de Hellenberg, de redder uit Noordwijk, hè? Ja, dat was een neef van hem volgens mij. En deze Hellenberg was nog een hele jonge man. En die dacht, als ik nou maar naar het hoogste punt klim, dan red ik het misschien wel. Dus hij was in zijn onderbroekje in de mast geklommen, maar zo onderkoeld geraakt dat hij als enige bij de ramp is omgekomen. Ja. En waar ligt hij begraven? Ook hier of in Katwijk? Nee, hij ligt in Katwijk begraven. Zijn vrouw was toen hij omkwam zwanger van haar eerste kind. Dat is ook geboren, een meisje. Het meisje is getrouwd. Zijn zowel de weduwe als de dochter met haar man zijn niet in Katwijk overleden. En er moet nog een kleinzoon en een kleindochter zijn. Maar helaas, die hebben we niet kunnen traceren. Nee. En die wonen dus ook niet in Katwijk, voor zover we weten, maar ergens op de Veluwe. Ja, het is leuk dat jullie, mooi dat jullie in klederdracht uit 1919 hier zijn. Hè? Uit die tijd, ja. Wij vonden dat een passende gedachte om in lichte rouwkleding aanwezig te zijn, 100 jaar na dat deze ramp gebeurd was. En ja, het is een stukje symboliek. Even later ontmoeten we toch de nabestaande van de Katwijker, Amerik Hellenberg. U bent de nabestaande van Amerik Hellenberg. Hoe zit dat precies? Het is mijn opa. Oh, het was uw opa? Ja, het was mijn opa. En dit is mijn zus, dat is mijn broer. En die is naar Amerik vernoemd. Oh, oké. Okay. Hellenberg, ja. Ja. En hoorden jullie al vroeg in je jeugd over wat er gebeurd was? Nee.
Nee, dat is pas, ik denk een jaar of 15 geleden dat we in Katwijk waren op het museum. Waar we documentatie over vroegen. En zodoende is er een klein beetje aan het licht gekomen. Wij wisten wel dat hij verongelukt was, 24 november. Maar hoe en wat, dat wisten wij niet. Daar werd nooit over gepraat. Waarom werd er niet over gepraat? Nee, dat weten we niet. Er werd nooit over, En wij vroegen er eigenlijk ook niet naar. De tijd was toen ook dat je zegt van... Gebeurd is gebeurd. Gebeurd is gebeurd, denk ik. Ja, ja. Luister, zeg maar. En die vertelde er eigenlijk heel mondjesmaat over. Maar niet de details. Nee. Dus ja, je liet het maar zo eigenlijk. Ik vraag me af. Of mijn moeder het wist, allemaal precies. Dat vragen we ons nou af. Mijn moeder. Ja, ja, dus haar, zijn eigen dochter, of die het wel wist. Zijn eigen dochter, die is pas geboren 4 maart 1920. Ja. Oma was in verwachting. Die was in verwachting toen opa overleden is, zeg maar, op de boot. Maar dan heeft oma er altijd een beetje geheimzinnig over gedaan. Er werd niet over gepraat. Ja. Het zou kunnen zijn dat het uit schaamte was of zo. Dat ze denken van, er zijn zoveel mensen verdronken vanwege... Ja, het was ook een neef van opa, hè, die erbij omgekomen was, die Hellenberg. Ja. En toen jullie het wisten eenmaal, toen ging het ineens leven? Ja, toen, dan zoek je meer documentatie op. Ook in Katwijk van het museum, waar we een heleboel... En dan toen met de opening, zeg maar, van het monument in Katwijk kregen we dus ook een uitnodiging. En toen werden we meer gewaar. Ja. 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 En nu nog. Want nu kregen we een krantenknipseltje van hoe die overleden was. Dat hij in de mast ondersteboven hing, wisten wij ook niet. En dat die begrafenis door zoveel mensen werd toen is bezocht. Ja. Ja, doet dat emotioneel nog iets? Of zeg je van het is zo ver weg? Nee, ja, dat zeker. Zeker. En wij sluiten het eigenlijk af. Voor oma en voor mijn moeder. Ja, ja. Zo, als kleinkinderen. Ja, ja. Ja, dat is een mooi, daarom is dit een mooie bijeenkomst. Ja, zeker. Ja. We hebben die uitnodiging ook met open armen aanvaard. Ja. 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 Ja, zeker. Tot zover Katwijk Nu. Straks kunt u kijken naar RTV Sport. Voor meer nieuws luister RTV Katwijk op de radio. Of kijk op www.rtvkatwijk.nl. Nog een fijne dag.